Nou, het unieke aan het luchtballonrestaurant is dat je dus eigenlijk gebruik maakt van de hete lucht in de ballon. En die temperatuur is rond de 80 graden, dus ideaal zeg maar op de garen. Hetzelfde als je thuis de oven tussen de 80 en de 100 graden aanzet, dan blijft alles sappen en smaak in de vis en in het vlees blijft dan bewaard. Het allerleukste restaurant is. En als je dan om je heen kijkt, de rivieren en de bossen en de dorpjes waar we over zijn gevaren, ja, dan is het echt een beleving om nooit meer te vergeten.